Ja, jongens, we doen het even. Jongen, we doen het even snel. Want het regent hier pijpenstelen. We zijn in Tsjechië, om precies te zijn in. Praag. Ja, precies. Ik heb er zin in. Kijk eens dit! Dit is gekke shit. We zijn onderweg hoor, Ja. En hoe? Ja. Het werkt er nog niet helemaal mee met het navigatiesysteem. Maar het is om precies te zijn 892 kilometer rijden. Nou, dit is echt niet waar mensen. Echt, we stoppen serieus voor Tilburg nog bij het tankstation. En wie komen we tegen? Is echt niet waar. Ja. Jij doet het erom hè. Jij wil gewoon in onze vlogs komen. Wat een lul! Nee, we weten met Tim's kansputten. Nou, ondertussen hebben we drinken gehaald. En hun voegen elkaar even toe op Tinder. Succes. Baas. Man de maat. Jongen, je zou het bijna vergeten. We zijn in Duitsland! Ja! Nee, we zijn er! We zijn er al op Nou, jongens. Stop 2 van vandaag. Ik denk niet dat we Tim Schollers hier nog tegenkomen. Want we zijn net voorbij Dortmund. Dortmund! Nee Piet. Dortmund. Dortmund! Wat jij wil Piet. Wij gaan in ieder geval tanken Piet. Oh. We gaan Barry even blut maken hier. What the fuck man. 1,57 euro vriend. Voor diesel hè? Voor diesel! 1,57 euro per liter. Nou, maakt niet uit, de zaak betaal. Is hij vol, Bar? Hij is vol. Nou. Het kost maar 65,32 euro. Jezus Christus. Ik heb spierpijn, jongen, dat is niet normaal. Oh. Sorry. Camera, oh, sorry. Jongens, we zijn nu 3 uur verwijderd van Praag. En ik heb toch wel even zo'n geluksmomentje waarvan ik denk van, what the fuck, wat zijn we aan het doen? We zijn gewoon opeens naar Praag, gewoon opeens. We zitten echt net voor de grens van Tsjechië. En er zijn wat de vrachtwagenchauffeurs aan het slapen hier. Maar Joff die heeft gewoon vol verdelijk rand daar staan. Hallo, ik wil mee! Hallo, komt erin, schatje. Ja, Joff, het is eindelijk licht. En ik ben aan het rijden met een camera in mijn hand, omdat we gewoon 200 kilometer rechtdoor moeten. Jongens, we hebben onze bus gevonden. We hebben hem meegenomen. Je weet het maar nooit wanneer je het nodig hebt. Let op, bij gebrek aan vrouwen. Dames en heren, mag ik je voorstellen aan Team SV Handwerk. Ja, hij staat erop. Praag! Nou jongens, we hebben weer een uitdaging. Het gaat niet zo lekker met de tank. En we hebben nog maar 35 kilometer. En ik geloof dat we de afgelopen 2500 kilometer nog een tankstation zijn tegengekomen. Dus welkom in Duitsland. To go. Serieus. Duitsland? Jongens, we zijn bijna in Tsjechië. Dat klopt. Mijn telefoon geeft al aan dat het een uur vroeger is. Ik wist niet eens dat we de tijdzone heen moesten, man. Heerlijk. Jongen, je lijkt godverdomme een back to the future wel. Nou. Hey Doc. We gaan alvast maar te lopen, want we moeten douwen dadelijk. Ja. Oké, Marty. Tsjechië! Ja! Maar we zijn er gewoon. Jij zei het is hier 8 graden, er ligt overal sneeuw, ouwe. Wat de fuck is dit? Nee, maar serieus, we gaan serieus net de grens over. Het is Duitsland, geen sneeuw, niks. We zijn letterlijk de grens over en het sneeuwt. Maat, hey, ik heb geen winterbanden, ik heb geen sneeuwkettingen, ik heb geen sjaal, niks. Barry, wacht even. Je hebt ook geen diesel meer. Ah! Ja. Oh, jongens. Eindelijk tankstation. Oh, als die dicht is, jongen. Oh. Zo, ik moet trouwens wel even gras minderen met die kutsneeuw. Happert die al? Ja, joh. Ja. Maat! Nee! Nee! Hij redt, ja, hij rolt uit. Oh, we hebben het gered, ja!
Nou jongens, daar zijn we dan, Tsjechië. En wat is mis met jou? Het is koud genoeg, godverdomme man. Oh man, man. Jezus. Nou, daar gaan we weer tanken. Ik hoop dat het hier goedkoper is. Barry, ik weet niet aan wat je aan het doen bent, maar ja, dat zijn geen euro's, hè? Als dat euro's zijn, dan ben je de loer, jongen. Ja, maat, het is bijna 2019. Iedereen heeft er gewoon euro's in Europa. Waarom wordt Tsjechië er niet bij? Ik zou het niet weten, hoor. Ik weet niet. What the fuck? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow. Nu gaan we kijken wat ons hotelletje is. Is dit het? Is dit het? Nou, is dit het? Zou het zijn? Nee. Oh, wacht even. Ik dacht heel even dat het... Is dit niet gewoon rechts? Is dit het niet gewoon? Ja, volgens mij is het. Ja, park in. Ah. Ja, park in. Nou jongens, we hebben een hotelletje gevonden. Het ziet er aardig uit. Park in. Hoeveel sterren? 5. En hij staat nog steeds met de camera, dus ik klaar word. Tijd om te filmen, man. Ja, wat dan? Wat doen we dan? Oeh. Daar gaan we dan, hoor. Hotelletje gevonden. 5 ster. Ja. Hola, señores y señoritas. Even kijken hoe we staan. We zijn in Tsjechië, hè? Oh ja. Do you have a room for 2 for only this night? So, yeah, sorry. You didn't have a reservation. No, we don't have a reservation. But we have a room. You have a room. Are there any places to go tonight? Like for a party or something? For some in drinks? In the city center, actually, there are plenty of bars. Yeah, also today or Sunday? I think so. Yeah? Yeah. Holidays, I think. Yeah. Great, man. Told you. Is het gelukt? Oh. We hebben een kaartje voor te parkeren, dus let's go. Nice. Ik wil dansen, wil dansen, wil dansen. Ik wil dansen, wil dansen. Hallo. We moeten naar 3:10, man. 3:10. Zeker. Dan. Weet je wat gewoon nice is? Dat het gewoon 10:30 is. Oh, nice. Jezus. Het is 10:30 en de kamer is al schoon. Terwijl we eigenlijk gewoon tot 3 uur moesten wachten. Kaartje. Nou jongens, we gaan nu even kijken of die koekenratje vrij is. Zo, het ruikt wel... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het ruikt. Tsjechisch, denk ik. Sperma. Apart. Oh, kijk dat bad! Maat! Nou, licht doet het niet. Ja, oh. Dan moet je eerst... Nou, pasje! Oh, kijk dat bad! Lekker man. Hallo! Kijk jongens. Ja? Ja, 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 prima. Checka! Checka Republika. Oh, geef die bloemetjes eens. Geweldig. Nee! Ja! Dronk in de minibar! Maat! Dronk in de minibar! Jeetje, wij zijn alles! Minibar! Piee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 e
trui, 2 trui, ik heb iets van 4 onderbroeken, ik heb 3 broeken bij. Je moet niet in je broek zijn. Ik heb een blouseje bij, ik heb 2 t-shirts bij. Dat kan toch ja, niet? Ja, 10 sokken. Ja jongen, niet normaal. Au, au mijn billen. Ah, mijn billetjes. Het doet zo pijn. Ah, oh, daar komt ie. Ja. Oh, volgens mij is het een jongetje. Ah joh, wat de fuck is dit nou? Oh. Die was goed. Ouwe jongens, we moesten toch een beetje winter ready zijn, dus hoezo nou weer als we serieus aan het vloggen zijn? We hebben allebei handschoentjes meegenomen, dat is wel zo fijn. Ah. En kijk eens naar mijn schoenen. Hey, helemaal winterproof jongen, hupjes. Nou, hup naar buiten. Hoe is het? Je bent de gek jongen, ben jij? En zeg je. Hoe ben jij dat nou weer? Hoe weet je nou weer dat ik een Tsjechië ben?
Nou jongens, daar staan we dan bij de watervallen van Co. Kijk eens aan. Of nee, ik raf hè. Ik wou nou zeggen zoals Joffrey ze noemt. Miniatuur. Ja. Wij staan naast een brug en het verhaal is dus dat wij gaan een kerstboom stelen in Tsjechië. Die gaan wij omzagen. Jazeker. Maar waarom hebben we deze stad eigenlijk gekozen? Nou ja, Praag is ten eerste een hele mooie stad. Maar ten tweede, 1 december staat hier een heel mooi groot kerstmarkt. Dus die gaan we zo even bekijken. De grootste kerstmarkt van Europa. Hey. Oh, serieus, Tjof. We zijn hier nu helemaal in Tsjechië en ik heb koude oren, jongen. Niet normaal, wacht even. Dat komt helemaal goed, Barry, want het is ijsbar. No way. Tuurlijk wel. Ah, hij is een beetje groot, man. Ze hebben hem niet in mijn maat. Ik vind het wel sexy. Sexy, hè? Ah. Hallo! Hallo mensen, hallo mannen. Ik heb die kwak, man. Ja, die is aan. Ja, die is aan. Il marchait pendant un arc et tirait. Mais le dick picture. Mais le dick picture. On a des jokes pour toi. Ni hao. Ni hao. Нам тут не на что, мы сейчас 29. Hallo drukte. Hallo mensen. The bells ring. Are you listening? Jezus Christus! Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. Normaal gesproken zou ik zeggen een minuutje in de magnet erom. Laat hem nou maar niet in tijd staan. Goed. Ook de reisleiding van Beachmasters is erbij. Volgens mij is hier de kerstmarkt, dus we gaan even kijken. A few moments later. Ja! Oh, ik heb hem eindelijk gevonden hoor. De kerstmarkt bij de kerk. Oh mijn god, we zijn er gewoon. Maar ja. Serieus. Tjof. Het ging tussen Kopenhagen, Gran Canaria, ja, en fucking Praag. Maar we moesten naar Praag, want daar was de grootste kerstmarkt van Europa. Kijk even om je heen. Wacht even, heb je die kerstboom gezien? De grootste van de wereld. Ja, dit zou de grootste zijn, volg jaar die van wel. Je moeder, dat zijn de grootste van de wereld. Hij heeft gewoon een blokfluit. Hij zit me wel voor het blok, fluit. Nee. Hé, hey, duur er een dansje op, zou ik zeggen, Barry. Jongen, jij kan ook niks, hè. Wacht, ik laat wel even zien hoe het moet, Bar. Ja! Hop! Hey. Hop! Schop naar links, schop naar rechts, schop naar links, schop naar rechts. Ja. Schop naar links, schop naar rechts. Jongens. Ondertussen maar in een taxi gestapt, want het is veel te koud. En het regent pijpen stelen. Yo la conocí en un taxi, in camino al club. Yo la conocí en un taxi, in camino al club. Nou, Joff, conclusie van de taxi. Het was gezellig, maar... Ik denk dat het een rip-off was. Ik denk dat we toeristische prijs hebben gekregen. Jezus man, 20 euro voor een kleine rotstukje. Oké, dat is echt een heel leuk idee voor dadelijk. Maar daarvoor moeten we nu iets jatten. Sopjes. Maat. Ik zit niet liggen, man. Ik wel. Maat, die schoonmaakster stond daarnaast. Dat weet ik. Oh. Je moet je nog een keer. Nondertje. Opnieuw. Ja, nee, ik zag het wel, film maar. Je kan niet meer hoor. Huh? Film maar, ja dat kan wel. Ik ga het nooit lukken jongens, ik ga het echt nooit lukken. Oh, die Jezus. Jezus. Hey.
Ik zag nog een karretje staan. We hebben er gewoon twee. Oké, we hebben echt een hele lange dag achter de rug. Sowieso hebben we een nacht doorgehaald. We zijn helemaal kapot. We hebben hier naartoe gereden. We zijn net nog de stad in gegaan om de kerstmarkt te verkennen. Die kut was in de regen. En we dachten net, weet je wat? We hebben wel een lekker bad verdiend. Dus we hebben twee dolfers gejat. Twee hele volle. Dus ik zou zeggen, Joff, we gaan eens een lekker sopje voorbereiden. Hey vriend, ik weet niet, maar volgens mij is het gewoon ballentijd. Wat? Er zit maar een heel klein beetje, maar zo'n beetje water. Nee, is alles schuim? Is alles schuim? Jee, oh, mijn lul! Zo, het is wel goed te doen. Oh. Ik zat in pad, gewoon in pad. Een beetje met het zotteklieren. A few moments later. Jongens, misschien is het badgrapje iets uit de hand gelopen. Het komt de kamer in. Ik zweer het. Ik dwaai het wel even op, Barry. Hey, succes. Ik ga even afdouchen en wel trusten. Oh, mijn ogen. We maken schoon, schoon als nooit tevoren. Schoon dat alles blinkt in de zon. We maken schoon, schoon. Laat iedereen het horen. Dat het echt niet schoner kon. Nou jongens, we zijn inmiddels onderweg. Wij gaan eventjes Praag onveilig maken. Maar ik denk wel dat het lukt. Oh, niet bang. Nou, we hebben een goede verhaal op zondag, dus ik ben benieuwd. Ik heb een kasteel gekocht in Tsjechië. En ik heb hem laten verven. Roekoe, roekoe. Serieus, Joff, allemaal leuk en aardig. Maar ik sterf van honger. Ik geloof dat we ons restaurantje hebben gevonden. Dat is de fucking beefbar, man. Vlees en nog eens keer vlees. Ik vind het lekker. Ik ook. En het begint te regenen. Zullen we naar binnen gaan? Ja, ik denk zo. Het is gewoon gelukt. We hebben gewoon een tafeltje. Dat is niet normaal, hè? Lekker. Het wordt in de slager, hè? Ja, het is goed. Even om, ja. Lekker, man. Vind je het wat? Ja, ik hou van vlees. Oh. Joff, het is voor jou. Je wordt gebeld. Politie of beveiliging. Ik kon gewoon een bussenterrein oprijden. Hoe dan? Er is niemand hier. Ho, motherfucking ho. Je bent er al bijna doorheen. Het alarm af. We zijn vol gas eroverheen gegaan.